Het hele weekend komt het al met bakken naar beneden. Heel veel zomerse activiteiten hadden last van de regen. Goedenavond. Op steeds meer plaatsen duiken ze op. Mysterieuze kunstwerkjes, maar wie maakt ze? Ik weet het niet. 5, 4, 3. En ze waren dichtbij een record, maar toen ging het mis in Varsseveld. We hebben er wel plezier aan gehad. Het was heel mooi. De regen gooide dit weekend roet in het eten voor verschillende evenementen in Gelderland. Zo ging een openluchtkerkdienst in Putten niet door en in Halle werd de zijspancross afgelast. Evenementen die wel gewoon doorgaan, hebben het moeilijk. Het is een treurige bedoeling in Vorden. De kaartjesverkoop van de Fun Food & Fashion Fair heeft de deuren maar gesloten. Bezoekers mogen vandaag gratis naar binnen. Maar druk is het alsnog niet, waar toch op meer gehoopt is. 1000? Zou wel mooi geweest zijn, of niet? Vroeger, ja echt, toen ze hier dat altijd draaiden, liep het echt heel veel mensen rond. Allemaal. Lekker rondkijken, niks aan de mis. En ze hadden ook gisteren ook de ridderspelen. Dat overlevering bij dat kasteel, dat gevecht. Dat, prachtig. Leuk. Kanonslag, huppakee, daar gaat hij heen, of niet dan? Maar ja, vandaag. En ook hier in Dieren had de organisatie op meer gehoopt. Vooral voor het evenement met de zonnige naam Zomerfeest aan de IJssel. Net als vorig jaar, op de laatste dag van het Zomerfeest aan de IJssel in Dieren, hebben we helaas weer regen. Dus ja, voor het programma is het natuurlijk niet zo mooi. Toch trotseren op beide evenementen nog bezoekers de elementen. Reden genoeg om de toekomst van de zonnige kant te bekijken. Ga maar vooraan staan. Als je het gordijn 's morgens een hoop doet, dan zeg je van laat me zitten. Ik blijf toch lekker thuis, of niet? Maar ze zijn dan. Ja, we hadden zeker op meer gehoopt. Maar wat ik zeg, we hebben voor meerdere jaren nog. Dus dat komt echt goed in de toekomst. Maakt u ze? Bent u of kent u de kunstenaar die overal en nergens de boel versiert met klokken van piepschuim? Vooralsnog is het een mysterie wie ze maakt en wie ze ophangt. Kunst. Het ziet er langs de vaderlandse snelwegen meestal ongeveer zo uit. Maar het kan ook anders. Je moet wel goed opletten om de kunst of knutsels, zo u wilt, te kunnen zien. Even niet goed opletten en je bent er zo voorbij gereest. Zag u ze? Niet? Nog een keertje? Nu? Wat op- en neerrijden in de omgeving van knooppunt Deil levert zo al een handvol van de mysterieuze verschijningen op. Maar ze worden ook al gesignaleerd in de binnensteden van Culemborg, Nijmegen en Tiel. Als je in de buurt woont, moet je ze maar net spotten. Nooit gezien. Nee. En ook automobilisten missen de op vogelhuisjes en koekoeksklokken gelijkende objecten maar al te vaak. Nee, niet opgevallen. Ik moest ook heel erg plassen, dus nee, ik heb niet gezien. Nee, ik heb geen kunst gezien. Ik heb niks gezien eigenlijk, nee. Nee. En wie ze maakt en overal ophangt, geen idee. Nee, ik ook niet. Ik weet het niet. De betonnen omgeving van de snelwegen wat opfleuren met creaties van piepschuim bevalt de gemiddelde automobilist wel. Kunst is altijd goed, ja. Dus ik vind het wel leuk. Als de geheime kunstenaar ons met de iets wat bozaardig kijkende klokken wil wijzen op de jachtigheid en vluchtigheid van ons bestaan, dan lukt dat wellicht ook nog een beetje. Al was het maar door ons wat beter om ons heen te laten kijken. Rijkswaterstaat laat weten dat de kunstwerken langs de snelwegen de komende weken worden verwijderd. En wij zijn nog steeds heel benieuwd wie ze gemaakt heeft. Weet u het? Laat het weten via omroep@gld.nl. Hij moest hoger worden dan 92 centimeter. De pannenkoekenstapel in Varsseveld. Maar zou het lukken om een nieuw wereldrecord neer te zetten? Een stuk of 10 pannenkoekenbakkers en liters beslag zijn er nodig in Varsseveld. Het dorp wil de hoogste pannenkoekenstapel hebben en daar heb je goede pannenkoeken voor nodig. Je moet mooi reizen, mooie gaatjes inkomen, lekker laten bakken en dan wordt het heel mooi. En ook wielrenner Robert Geesink bakt volop mee in zijn geboortedorp. We hebben allerlei verschillende tactieken, maar op het moment bakken we ze mooi vlak. En als we hoger komen, dan iets hogere rand, zodat het een beetje naar binnen valt. En dat hij rechtop blijft staan. Maar dat is nog wel lastig. Met het hossende publiek dan beweegt hij nog een beetje.
Maar het belangrijkste is het stapelen. En wat let je nu op bij dat stapelen? Nou, dat als er een afwijking in de stapel zit, dat ik het probeer te corrigeren. Alleen, dat zal nu nog niet gebeuren. Er is ons verteld dat de eerste 60 centimeter moet lukken. En dan gaat het lastig worden. Het oude huidige record van 92,2 centimeter is in handen van de Efteling. Ze hebben dan ook goede raad. Waar je gewoon heel erg je geduld in moet hebben, is dat hij op een gegeven moment, hij gaat naar beneden zakken. Hij gooit zijn gewicht omlaag en veel mensen hebben dat geduld niet. Ja, en dan laat ze hem los, ja, en dan kiept hij om. En geduld is net hetgene dat ze missen in Varsseveld. 4, 3, Ik vond het mooi genoeg. Was het dan toch jouw pannenkoek geweest? Nee, denk ik niet. Nee, duidelijk niet. Dit was geen pannenkoek voor mij, denk ik. Het voetbalseizoen begint niet goed voor de Graafschap. En deze man zou wel eens een medaille kunnen winnen op het WK Atletiek. Zometeen het sportnieuws. Mooi. Het wordt een week vol afzien en lol voor de nieuwe studenten aan de Nijmeegse Radboud Universiteit. De introductiedagen zijn vandaag begonnen. Een week van kennismaken en die bestaat vooral uit kroegentochten en veel bier. We staan hier onze introkindjes op te wachten voor filosofie. En die komen dan vanaf nu tot ongeveer een uur of zes komen ze binnendruppelen. En dan zijn we hier gewoon om gezellig te doen en de groep te leren kennen. Nou ja, voor vandaag gaan we zo meteen gewoon gezellig samen wat eten. Na die tijd richting het park om wat kennismakingsspelletjes te doen. En dan de stad in. De stad in is best wel een vast onderdeel van elke avond. Ik ga Engels doen. Engels, taal en cultuur. Ik weet alleen dat ik hier moet zijn van nu tot volgende week maandag. Dat zie ik het allemaal wel, hè. Dan ben je ingeburgd als student. Ja, ik hoop het. Hè. Ik denk dat het allemaal wel gaat lukken als ik zo zie. Ziet er gezellig uit. Wordt een heftig weekje, hè? Ja, ik heb het gehoord van wel. Ik heb gehoord dat het super tof wordt. Dus ik ben echt benieuwd. Alleen veel zooi bij, hè? Ja. Wat zit er allemaal in? Ja, kleren en zo. Ja, ik moet hier een week slapen. Ik weet alleen nog niet waar, maar dat wordt wel geregeld. Komt wel goed, komt wel goed. De brandweer moest twee keer uitrukken voor een brand aan de Aristotelesstraat in Apeldoorn. Vanmiddag woedde er brand in een flatgebouw aan die Aristotelesstraat. De brandweer wist de brand te blussen. Er waren geen mensen in de woning. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. In diezelfde straat ging vanochtend heel vroeg ook al een auto in vlammen op. De politie vermoedt dat het hier om brandstichting gaat. Bij klassieke techniek gebruiken liefhebbers een andere taal. Als een oude motor kuren vertoont, dan heet dat karakter. Dat de klassieke motor niet zo comfortabel is, heet dan charme. Tientallen motorrijders in Eerbeek trotseerden vandaag op een charmante manier de regen op karaktervolle motoren. Ja, dan moet je nog echt motorrijden, hè, op zo'n ding, hè. En die andere dan, ja, daar vind ik niks aan. Ik vind dit veel leuker. Dit is iets meer oude charme, hè. Hier moet je nog met de hand schakelen en noem maar op, hè. Moet je eerst zien dat je hem aan de gang krijgt. En die andere, dan druk je op een knopje en dan doet hij het, hè. En dit is toch wel iets anders, hè. Soms loop je in één keer en de andere keer dan... ik heb er niet zoveel van de baan, hè. Maar in de regel loop je wel. Nou, ik hoop dat het droog blijft en dan is het goed, hè. Als het maar een beetje droog blijft, anders vind ik er niks aan. Maar ja, het is misschien een keer 100 kilometer vandaag en dan meer is het ook niet. Hè. En dan rijden we even naar huis toe en dan is het klaar. En dan de sport deze week met Maurits Straatman. Nou Maurits, het voetbalseizoen is weer volop bezig, maar niet goed begonnen voor de Graafschap. Hè? Ja, dat kan je wel zeggen. De Graafschap verloor gisteravond ook de tweede wedstrijd van het nieuwe seizoen. Thuis tegen PEC Zwolle werd het 0-3. De superboeren begonnen aardig, maar na rust werden een paar foutjes meteen afgestraft. En dat zag ook trainer Jan Vreeman hier met de paraplu. Zij straffen onze fouten meteen af. Dat heb je tegen Heerenveen goed gezien. Dat zag je vandaag ook weer in de tweede helft. Dus ja, in principe is het vergelijkbaar. Opeens in de tweede helft is mis in één keer 3-0. En dat is de kwaliteit van de Eredivisieclub. Dat zijn de harde wetten? Ja, dat denk ik wel. En dan moeten wij echt lessen uittrekken. En de volgende keer moet het echt beter. Je moet realistisch zijn. En ik bedoel, we zijn twee wedstrijden onderweg. Er komen nog genoeg wedstrijden. Laten we rustig blijven en wedstrijd na wedstrijd bekijken. En hopelijk Roda zaterdag. Dat het... Dan een stuk beter gaat. Vrijdagavond won Vitesse al met 3-0 thuis van Roda JC. Een penalty voor Vitesse en een rode kaart voor Roda vormden het breekpunt in de wedstrijd. En na afloop was trainer Peter Bos redelijk tevreden.
Nou, als je van tevoren met drie, zegt je gaat met 3-0 van Roda winnen, dan ben je daar tevreden over. Absoluut. Ik ben blij dat we de nul hebben gehouden. We hebben een aantal hele mooie doelpunten gezien. Maar je moet ook niet je ogen sluiten voor het feit dat je een helft lang tegen 10 man gespeeld hebt. You were in the starting lineup. Was that a surprise to you? For many people, it was a surprise. Yeah, it's also a surprise for me also. But I guess it's the sign that I've done so well in the past weeks. Ja, Abiola Dauda. Vorig seizoen zat hij soms nog op de tribune en vrijdag ineens in de basisopstelling. En hij scoorde ook nog eens. Achilles, dat won vrijdag al van Fortuna Sittard met 4-2. En dolle vreugde bij Achilles, want ze hebben 2 wedstrijden gewonnen nu. Dit neemt niemand je meer af. We hebben 6 punten en we zijn slechts 2 wedstrijden onderweg. En er kan natuurlijk nog van alles gebeuren, maar ik ben trots op deze groep op dit moment. Ja, de wedstrijd van NEC die begon vanmiddag om 16:45 uit bij Heracles. Het verloop van die wedstrijd en de reacties na afloop kunt u vinden op onze website www.gld.nl. En dan gaan we verder met atletiek, want volgende week is het WK in Peking. Nederland vaardigt 23 sporters af, 9 uit Gelderland. En een van hun is Apeldoorner Eelco Sint-Nicolaas. En hij is een medaillekandidaat op de meerkamp. Dit wordt mijn vierde WK buiten. De eerste ben ik uitgevallen, geblesseerd. En de tweede en de derde werd ik allebei vijfde. Dus ook ik wil graag natuurlijk meestrijden voor een medaille. En dan binnen de laatste keer vierde geworden. Dus ja goed, ik ben er altijd bij. En altijd dus in die top 5 dan geweest. Maar nu hoop op een stapje extra. Ja, je zit er zo dicht tegenaan hè, iedere keer. Dus de verschillen zijn ook heel klein. Het hangt van details af altijd in deze sport natuurlijk met zoveel onderdelen. Ja, sowieso. Kijk, ik denk dat er 8 potentiële mannen zijn ongeveer voor een medaille. Dus het wordt een mooie strijd denk ik. En we zullen zien hoe het uit gaat pakken. En tot slot het bericht dat Peter Mullenberg uit Apeldoorn tweede is geworden bij het EK boksen. In de categorie tot 81 kilogram verloor de Apeldoorner in de finale van Joe Ward uit Ierland. En tot zover de sport. Dankjewel Maurits. Het weer dan nog. U hoort er meer over van Dennis Wild. We zitten momenteel midden in een zomerdip met vandaag veel bewolking en langdurige regen. Maar er is goed nieuws voor de vakantieganger in eigen land, want een snelle verbetering is op komst. In de loop van volgende week steeds meer zon en opnieuw zomerse temperaturen van 25 graden of meer. Maar zover is het nog niet. Eerst hebben we nog een tijd te maken met deze storing. Met dus die bewolking en de regen. Ook morgen zijn we nog niet vanaf. Er waren plekken in het land vandaag waar de zon wel goed scheen. Ja, een klein plekje in het zuidwesten, de provincie Zeeland, het westen van Brabant en delen van Zuid-Holland. Daar dus wel de zon. Ja, en daar werd het nog zo rond de 20 graden. Maar bij ons bleef het kwik steken rond 17 graden. Magertjes voor de tijd van het jaar. Normaal gesproken een graadje of 23. Nou, vanavond de komende nacht blijft de bewolking overheersen. Regent het af en toe even flink door of ja, langdurige motregen of lichte regen. Kortom, nat blijft het. Bij temperaturen niet lager dan een graad of 13 en een matige noordwestenwind. Ook morgen nog steeds die wind uit dezelfde hoek. En ja, die storing die hangt nog boven de provincie. Ook morgen nog langdurig regen. Op sommige plekken kan er zomaar 10 of 20 mm bijvallen. Het meest in het oosten van de provincie. Naar het westen toe wordt het in de loop van de dag wel wat lichter. Met misschien nog een glimpje van de zon. Nou, de temperaturen morgen ook niet hoger dan zo'n 17 graden. De echte stijging komt vanaf dinsdag, want dan heel langzaam steeds meer zon. En ik zei het al, later in de week weer volop zomer. Dit was Gelderland Vandaag. De regen gooide behoorlijke roet in het eten bij allerlei zomerse activiteiten. Sommige moesten zelfs worden afgeblazen. Hou gld.nl in de gaten als u wilt weten welke activiteiten de komende dagen wel of niet doorgaan. Tot zover. Fijne avond nog.